Ja, Marwa is soort van mijn beste maatje in het leven. Ja, ik ben Marwa. En ik ben Selma's oudere zus. Het voelt echt alsof zij de oudere zus is. Want zij is ook degene die een beetje meer... die zich zo gedraagt eigenlijk. Ik was gisteren bij verloskundige. Mm-hmm. Alleen. Ja, zonder omdat jou. Ik moest werken. Jij plant dit ook allemaal in om 3 uur in de middag. Ik ben veel meer timide dan Sel. Zij stoerder. Ja, maar je houdt gewoon niet van mij. Jawel, maar de vorige ben ik meegegaan midden in de dag. Zij en ik schelen 1,5 jaar. Ze zeggen, als de vrouw binnen 1 jaar zwanger wordt, dat het DNA van de ander nog in de baarmoeder zit van de vrouw. En Marwa en ik hebben een soort telepathische krachten, lijkt wel. ik had... Zie je al deze kisten? Ja. Die gaan wij zo meteen samen naar de berging brengen. Ik denk dat Sel heel erg onderschat dat het ook wel lastig gaat zijn als moeder. Omdat je gewoon enorm veel verantwoordelijkheid draagt voor zo'n mini-mens. En dan voor de rest van haar leven. Maar als er iemand is die het kan, dan is zij het. Jij hebt die baby gym gehaald. Mm-hmm. Ik ga die in de woonkamer, denk ik, doen, die baby gym. Ja, zou ik ook dat doen. Dat is leuker, toch? En ik heb die bandboek heb ik bijgehouden. Wat heb je erin geschreven? Weet ik en niet over mij geschreven, dat ik je irriteer. Zover was ik niet, hoor. Ik vertel haar hier hoe ik erachter ben gekomen. Heb je de test alleen gedaan en hoe ik me voelde? Ik kreeg een foto van de test met alleen congratulations, auntie. Ik schrok, want ik dacht, wow. Dus ik belde haar meteen op en ik zei toen tegen de what the hell? En toen heb ik ook gehuild, omdat ik het gewoon zo mooi vind. Hoi. Ik praat tegen haar, ze is er al. Ik zweer het. Heb je de test alleen gedaan en hoe voelde je je? Ik zei, op het toilet wel. Marida, Patricia en Jemima waren in het restaurant aan het wachten. Ik barstte in tranen uit en het was niet verwacht, maar zo ontzettend welkom. I'm so sentimental. She loved, I love her already.